Thomas had een fik. Iemand. Brand. Blust een man. Beginnen energiek, 9.999.991 cash. Oeh, let's do this. Oh. We beginnen in het huis van Selena. Oh ja, we hadden een kindje gemaakt. Dat was ik helemaal vergeten. Ik moet altijd weer eventjes omschakelen als ik hier weer mee begin. Ik weet nooit meer wat ik heb gedaan en al die shit. Ik denk dat het wel weer tijd is om te gaan. Het spijt me zeer. Oh ja, we zouden nog proberen wat er ging gebeuren als je oh ja ging doen en dan het bed weg ging halen. Dus dan laten we dat meteen doen. Zijn jullie meteen weer blij, gelukkig en al die dingen. Oké, en kijk, ze zijn bezig, hè, ja. Kijk, ze zijn bezig. Ja, oké, stop. Don't disappoint me. Ze liggen compleet zonder benen. Oh, shit. Oh, ik maak het alleen maar er gebeuren allemaal dingen. Wacht even. Ik heb het volgens mij echt compleet verpest. De koeienplant wordt uitermate goed verzorgd. We moeten dit beest behandelen alsof het ons baby is. Kan je deze meenemen eigenlijk? Ik durf hem gewoon niet te verplaatsen, weet je dat? Ik wil het heel graag, maar we doen het niet. Weet je wat misschien wel een leuk idee is? Dat we vandaag met Jeremy naar de sportschool gaan. Dat is echt zo'n leuk idee. Weet je wat? Jouw carrière wordt livestreamen. Jij hebt nog gewoon een baan. Jij moet dingen doen als dagtaak en shit. Weet je dat ik daar helemaal niet mee bezig ben? Spijt me zeer. Ik ben er gewoon niet mee bezig. Hoe laat is het? Het is 16:28. Ik vind het een mooi idee als wij de sportkleertjes aan gaan doen. Er liggen wat rekeningen in je brievenbus. Je bent 31.000 schuldig. Betaal die rekeningen. Laat ze zien dat we rijke taters zijn. Nice, de rekeningen zijn betaald. We gaan nu... Oeh, you touch my tralala. My ding ding dong. Oh, you touch my tralala. Mijn ding ding dong. Wij gaan naar de sportschool. Kijk eens hoe cool, er staan auto's. Kijk die dikke waggies. Mooie grafische details en shit. Wie loopt hier? Jeremy. What the fuck? Dat ben ik in het squadhuis dit. Gewoon volledig ander haar hier. Dit is een poging tot sauna. Terwijl er gewoon nu echte sauna's bestaan. Ik snap ook eigenlijk, ja, weet je wat? We gingen gewoon hierheen omdat het cool was. En omdat we het heel even wilden zien. Weet je, we moeten eigenlijk de traanman moeten even laten socializen met meisjes. Zodat we kunnen kijken hoe het eruit ziet als traanman kinderen krijgt. Krijgen ze dan blauwe kinderen? Dan wordt er gewoon de stad geïnvasieerd. No fucking way. Oh man, mijn Sims crashed. En dan ben je voor een of andere magische reden ben je weer thuis. Ik moest alles opnieuw doen. Niet dat dat een heel groot probleem was, maar... What the fuck, hoe kan het vastlopen? Dat is me echt nog nooit gebeurd. Nu ben ik ook echt geneigd om gewoon elke seconde te saven. Heb ik een telefoontje? Hoi, traan. Ik ben het, Nicole. Wil je op een afspraakje gaan? Yo, why not, dude? Go for it, traanman. Make your first babies. We gaan gewoon naar het museum. Wat leuk. Oh, hebben wij een relatie met die vrouw? I never knew that, maar loop er maar heen. Wat moeten we allemaal doen? Ze heeft nog geen woord gezegd. Verveeld. Zie je net een seconde, jongen. De man is nu al verveeld. We gaan een leuke activiteit suggereren, want het is saai hier. Ik kan me ook niet herinneren dat ik überhaupt iets met haar gedaan heb. Er is ook gewoon helemaal niemand hier in het museum. Maar het is ook echt flink saai. Weet je wat? We gaan ervoor. Dat eerste kusje. Oh ja, hij dacht aan het ojaatje. Zag je het al? Soenen. Ik zeg een geslaagd afspraakje. Weet je wat? Wij gaan jou vragen om uitnodigen om te blijven slapen. You better do it. Oké, dat klinkt goed. We gaan naar huis. Let's go home. Yo, waarom ben ik alleen?
Oh man, daar word je zo moe van. Belder. Ah, jongen, je bent nog sneller bij mijn deur dan dat ik ben, jongen. Weet je wat, we gaan een kindje proberen te maken met jou. I'm not gonna take care of the babies. De eerste keer voor Traanman. I'm so proud. I am so proud. Het heeft weer een taartje. Wie gaat hem oppeuzelen? Dat wordt tijd om een kindje te nemen. Darth Vader, het wordt flink erg tijd dat jij een kindje neemt. Want die moet dat taartje opeten. Even denken. Lotte, je bent de uitverkorene vandaag. Lotte voelt zich blazerig. Lotte, je bent doorverwezen naar de tuin. Kan gewoon volledig niet van de koe eten. Weet je, hebben wij nog een taart staan? We hebben zeker nog een taart. Jij gaat gewoon even ouder worden, zodat jij dat ding wel kan eten. Ik heb iets verkeerd gedaan. Wie wil even een taart bakken, zodat ze ouder kan worden, alsjeblieft? Staar dan niet naar die taart, jongen. Ga die taart maken, man. Je bent zo dom! En hij pakt gewoon de taart eruit en hij rent door de volledige keuken heen. En Traanman staat in de fik. Iemand, brand. Blus de man, please. Niet doodgaan, blus hem. Ah, ze is ouder geworden, cool. Yay, she is a tiner with no hair. So we're gonna let her eat the... Je wil niet zeggen dat we nu... Ah, fuck. Ik wist dat hij dat taartje gewoon weer terug ging doen. Nu moeten we hem weer melken en aaien en spelen. Totdat die taart weer uit zijn melk komt. We zitten nu gewoon even opgescheept met een of andere fucking Lotte die nu in mijn fucking bed gaat liggen. Ways, ik was erachter gekomen hoe je kan livestreamen. Dus Darth Vader gaat de beste livestreamer ooit worden. Livestream. Wat gaat hij vandaag livestreamen? Wegpiraat Alpha. Hij krijgt meteen euro's. Hij krijgt allemaal euro's. Doneer loempia's voor mij, jongens. Hoppakee, allemaal loempia's. Bestellen. Onderdelen voor verbetering kopen. Voodoo pop kopen. Gek. Oh, get me fucking. Hoeveel kan ik er kopen? Give me all. Ik koop ze allemaal. We kopen 100 voodoo poppen. Oh, je kan er maar 99 kopen. Wat is dit? Net niet gewoon, hè? Oké, we gaan voor 94.000 euro voedepoppen kopen. Dankjewel. Oh, Dart is klaar met livestream sessie. Hij heeft $57 verdiend en heeft bovendien nu al 5.700 fans. Wow, dat ging ziek snel. Ik bedoel, krijg maar even 5.700 fans even op één livestreamavondje. Oké, Darth Vader maakt nu een taart, zodat we dadelijk een kindje kunnen maken met Lotte vrouw. En dan kunnen we haar laten sterven met een baby in de buik. Oh, dat is best wel heftig. Ah, kijk, cool. Ze is jong volwassen, dus nu kan ze met Jeremy. Jeremy wordt wakker. Ik ben oud genoeg, ik mag het doen. Oh, we krijgen minnetjes, dat is niet goed. We krijgen nog meer minnetjes. Hou op met wat je doet, het is niet goed. Kom op, get this shit going alsjeblieft. Yo, what the fuck is er? What the fuck, je bent zo ingewikkeld. Ja, loopt ze weg. Vrouwen zijn zo ingewikkeld. Vrouwen zijn echt zo ingewikkeld.